Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Op dit moment staan wij met Duits vuurwerk hier. En we dachten, weet je wat? Hoe knalt dit? En ja, we hebben hier een Renaultje en Duitse sterrenregen natuurlijk. Hoe heet die dingen, sterretjes? En we hebben hier een Duitse strijker. Ik denk niet dat het zoveel voorstelt. Maar ja, we kunnen toch even kijken hoe hard het knalt natuurlijk in deze fantastische omgeving. Fantastisch. En ja, dit komt sowieso van de Lidl, van de Aldi, in zo'n pakketje vandaan. Ik doe sowieso een Renaultje. Ja, Artis natuurlijk. Was nieuw dit jaar, of afgelopen jaar. Ja, dan kunnen we gewoon even overdag even dat ding gewoon even wegschieten. Ja, hij staat aan mensen. Wegwezen daar, weg. Ik zou sprinten, vriend. Als hij wegschiet, hè. Kijk hoe lang die ook doet. Ja, mensen, moet je kijken. Dit is dus zo'n Duitse knaller van de Aldi. Hij heeft een fucking rare strijkkop of zo. Maar ja, we gaan even kijken wat hij doet. Hij is van Weco, staat erop. Kanonslag. Zwaar illegaal. We gaan even kijken wat hij doet. Ik denk niet dat het zoveel voorstelt. Denk jij? Ja, voor de zekerheid. We komen niet zo. Oren dicht. Hij is echt kapot. Die ging echt fucking snel. Die ging wel harder dan ik dacht, man. En nog eentje? Daar zit heren. Film dit. Yo, film dit. Yo. Ja? Ja, yo. Ja, ik hoor al een hond, dus dat is de laatste die we doen. Yo, film dit. Nee, ik heb wel een jaar Dat slaat nergens op, man. Deze is spontaan uit de muur gegroeid. Dat is fucking leuk. Dus, een Duitse sterrenregen. Stuk dood. Ik ga hier zo toevoegen, man. Ja, dat is prima. Kom eens dichterbij, kom eens dichterbij. Ja, ik voel jullie wel in. Ja! Dat is helemaal wild. Kom eens. Vernieling. Maar dan. Politie.